Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Ik heb nu echt wel goesting in een lekkere tas koffie. En daarom ben ik in Kesselo en ga ik Jens bezoeken, een koffiefreak. Je weet er alles over. Jens, ik ga Zweedse kanelboulard maken. Dat zijn zo van die kaneelbroodjes. En ik ben op zoek naar een goede koffie. We hebben eigenlijk een koffie uit Costa Rica die proeft naar kanelbullen. Oké. Okay. Van Tulio Cordero. Dat is eigenlijk een producent die experimenteel koffie maakt. Het is niet het alledaagse jotke koffie dat we gaan drinken vandaag. Ik denk het niet. Dus de koffie, kom er even mee, komt eigenlijk binnen in jute zakken. Dat zijn eigenlijk groene boontjes. Die zitten eigenlijk zo per twee verpakt in de kers. Er zit dan een suikerhoudende massa rond en een schil. Dat er afgefermenteerd wordt en dat ook voor een groot stuk toch voor de smaak gaat zorgen. Dus dit is al gefermenteerd, maar nog niet gebrand. Voilà. En dan gaan we dat in onze koffiebrander branden. Dus dat is eigenlijk een gietijzeren koffiebrander. Oh ja. Hop. En we gaan starten op 210 graden. Door het brandproces gaat de boon poreus worden, zodat we daar koffie van kunnen zetten. Oké, okay, dus het is eigenlijk gewoon om het poreus te maken en dat je koffie kunt zetten. Ik vind het spannend, jong, echt. Almost there. Oké. Nu is het eigenlijk belangrijk dat we de koffie zo snel mogelijk afkoelen, zodat het brandproces ook effectief stopt. Ik zou zeggen, ja, voilà. Ik ging je juist aanbieden om er in je mond te steken. Ja, ik vind dat keilijk. Die koffie is nog te vers om direct te gaan gebruiken. Ik heb hier een pakje koffie dat al 10 dagen gerust heeft. Heel belangrijk bij het maken van koffie, net zoals bij uw kanelbullen, is dat de verhoudingen kloppen. 60 gram per liter is eigenlijk ideaal. Dan moet dat nog gemalen worden. Ik zal dat... Mag je dat doen? Dat mag. Maar je kunt eigenlijk weinig misdoen. Oké, ik denk dat we er zijn. Majo. Voilà, dat is de gemalen koffie. Dat mag daar gewoon bonk zo in. En dan eigenlijk heel rustig het water op de koffie gieten in een cirkelvormige beweging. Maar jongens, toch. Raak je de kaneel van de koffie afkomen? Nu veel meer dan als het vers gemalen was. Ja. Kan dat? Ja, logisch. Logisch. Toch iets goed, heb ik gezegd. Fenomenaal. Jongen, ik ben nog nooit zo excited geweest voor een tas koffie te drinken. Mag ik daar een beetje suiker bij? Nee. Sorry, komt niet laat. Dus het water is doorgelopen. Je ziet ook dat je koffiebed heel even is. Dat is al een goede indicatie van een goede extractie. Dus je ziet dat de kleur een stuk lichter is. Dat is dus omdat we de koffie een heel stuk lichter gebrand hebben, waardoor dat je minder bitters gaat hebben. Dit is een speciaal moment. Smaakt het? Mega.